mijn naam is Amber Middelkoop en ik ben oud-student van de Cosmo Academy. Ik kijk terug op 3 fantastische jaren waarin ik veel heb mogen leren, maar ook veel heb meegemaakt. Vroeger, als ik op vakantie ging, was ik altijd te vinden bij het entertainment team. Ik deed altijd mee met de kidsclub of met de kids disco die ze 's avonds deden. Of met de spelletjes die ze in de middag organiseerden. Ik was daar altijd te vinden. Toen ik hoorde van de Cosmo Academy dacht ik gelijk, wow, hier wil ik naar een open dag toe. Toen ik bij de open dag kwam, werd ik eigenlijk heel erg open ontvangen. En heel vriendelijk. Niet alleen door de docenten, maar ook door de studenten. Ik heb verhalen gehoord over hun stages en over wat ze van de opleiding vonden. Na die open dag wist ik gelijk, wow, deze opleiding ga ik doen. In deze afgelopen 3 jaar kom ik natuurlijk ook heel veel hoogtepunten tegen. Wat vond ik nou echt leuk? Nou, natuurlijk mijn stage. Mijn stage was top. Ik heb stage lopen bij Van Horn Entertainment en ik heb daar eigenlijk 2 fantastische seizoenen mogen draaien. Daarnaast, iets wat ik heel erg leuk vond om te doen, waren de shows in het eerste en tweede leerjaar. Ik was altijd heel erg enthousiast en deed heel erg graag mee met de lessen. En kon ik eigenlijk niet wachten tot de show helemaal klaar was en we het mochten laten zien. Daarnaast hebben we ook een klein mini-examenstuntje gedaan. We hebben iedereen naar de grote studio gehaald en er eigenlijk gewoon 1 groot feest van gemaakt. Het regelen en het organiseren en het moment dat we het moesten uitvoeren, het was top. Het was zo gezellig. Tijdens mijn 3 jaar op de Cosmo Academy heb ik natuurlijk ook een paar skills verder ontwikkeld. Ik ben mezelf meer durf te uiten. Daarnaast een stukje leiding geven en het organiseren van onder andere spelactiviteiten of een show, dat zijn ook echt dingen die ik heb meegekregen. En dit was niet alleen op school handig, maar ook binnen je stages. Op stages ben ik ook een stuk zelfstandiger geworden. Want eigenlijk ga je 1/2 jaar lang voor jezelf zorgen. Hoe pak ik dingen aan? Hoe moet ik dingen regelen? Koken, wassen enzovoorts. Natuurlijk blijven er aan mijn 3 jaar op deze opleiding ook een paar herinneringen hangen. Ik kan eigenlijk ook niet zeggen wat nou mijn leukste herinnering is. Want in deze 3 jaar zijn alle momenten waarin ik mezelf heb kunnen zijn. En waarin ik heb kunnen groeien en dingen heb mogen leren. Dat is gewoon fantastisch. Met de klas hebben wij dus ook veel verschillende gekke dingen gedaan. Zoals verrassingen voor docenten verzorgen. Dan verzonnen we met de klas gewoon een tekst op een random nummer. En gingen we dit zingen voor de desbetreffende docent. Daarnaast hebben we natuurlijk ook in het 3e leerjaar een eigen show mogen maken. Ik heb hier heel veel van genoten en heel veel plezier uitgehaald. En eigenlijk zijn het ook wel dingen die ik echt mis. Normaal denk je, ah, een pauze ga je een broodje eten. Maar nee hoor, soms bij ons gingen we gewoon dansen met z'n allen. Ik heb zoveel herinneringen dat het eigenlijk gewoon te veel is om op te noemen. Wat deze opleiding eigenlijk heel bijzonder maakt, is dat er heel veel afwisseling is tussen praktijk en theorievakken. Op deze manier zit je niet de hele dag met je neus in de boeken. Maar zo sta je ook ineens op de dansvloer te dansen. Of ben je ineens aan het sporten volop. Of ga je daadwerkelijk ook echt oefenen met de theoriestof die je hebt geleerd. Daarnaast is het ook best een kleine opleiding. Waardoor je eigenlijk alle leerjaren wel leert kennen. En niet alleen je medestudent leert kennen, maar eigenlijk ook alle docenten. Je hebt een coach waar je altijd op terug kan vallen. En tuurlijk, elke opleiding heeft ups en downs. En geen één opleiding is perfect. Maar het feit dat wij midden in een les zomaar ineens een dans kunnen gaan doen. Om even alle energie kwijt te raken. Zodat we daarna weer volop concentratie door kunnen gaan. Dat zie ik niet op heel veel mbo-scholen gebeuren. Eigenlijk wat ik nu doe naar de Cosmo Academy is dat ik een tussenjaar heb. In dit jaar heb ik veel verschillende dingen leren kennen. Ik heb een kleine mini-tour gedaan waarin ik shows heb mogen opvoeren in verschillende theaters. Ik heb theaterlessen gevolgd. Ik ben heel veel gaan werken. Nog zelfstandiger geworden. Ik heb aan mezelf gewerkt. En nu kan ik eigenlijk wel met veel plezier zeggen dat ik in september gewoon ga beginnen aan weer een opleiding. Namelijk een hbo-opleiding, social work. Hierin heb ik eigenlijk heel erg veel zin en ik kan niet wachten om ook daar nieuwe avonturen aan te gaan. Ik weet dat het heel anders zal zijn dan de Cosmo Academy, maar ik ben er wel klaar voor. Bedankt allemaal voor het kijken en ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen uitleggen hoe mijn 3 jaar op de Cosmo Academy was.
heel veel succes met het zoeken. En ik hoop dat jullie allemaal een goede keuze maken. Een opleiding die bij je past. Want dat heb ik toen ik aan mijn mbo-school begon wel gedaan. Ik had geen andere opleiding willen kiezen dan de Cosmo Academy.